vind het antwoord in vragen. En daarmee beantwoord ik vragen. Geloof je niet, moet je het maar andere vragen. En anders moet je komen met andere vragen. Dus je noemt jezelf een regisseur, geen filmmaker, geen journalist. Waarom is dat? Ja, filmmaker vind ik een te algemene term. En ik heb altijd een beetje het idee, dat ligt misschien meer bij mezelf, dat je alleen filmmaker mag noemen als je de filmacademie hebt afgerond en cinematografisch zeg maar alle regeltjes kent. Dat idee heb ik niet. En ik vind mezelf meer regisseur dan een journalist of wat dan ook eigenlijk. En geldt dat dan ook in deze tijd van mensen die eigenlijk al zonder filmopleiding gedaan te hebben, filmpjes maken op het internet? Ja, maar dat is ook weer zeg maar, een onderdeel van het feit dat ik mezelf regisseur noem. Omdat ik, ja, omdat iedereen filmmaker in principe ook weer kan zijn. Dus je bent enerzijds is het heel gespecificeerd. Maar anderzijds is het juist ook heel erg breed omdat iedereen zich met een camera zo noemt. Dus, een misbruikte titel eigenlijk. Nou, misbruik vind ik ook een groot woord. Maar ja, ik heb er niet echt zo specifiek over nagedacht. Maar ik voel mezelf meer regisseur dan filmmaker. Ja. Want je hebt jezelf al die dingen aangeleerd. Je hebt niet voor filmmaker gestudeerd. Je hebt niet op de filmschool gezeten. Nou, niet alles helemaal zelf geleerd, maar wel veel in, zeg maar in het veld zelf. Ik heb bijvoorbeeld veel samengewerkt met Bobby Little John. Dat is een regisseur uit Amersfoort. Mm-hmm. En die heeft me ook heel veel geleerd. En heb ik heel veel... gewoon door het te doen heb ik het geleerd. Maar ook heel veel door gewoon goed te kijken naar ander werk en heel veel andere regisseurs. En wat zij doen en waarom ze doen wat ze doen. En daar gewoon mijn eigen plan intrekken, zeg maar. Maar kan je een korte samenvatting geven van hoe je op dit punt bent gekomen? Dus ja, zeker. Hoe rolde jij in het maken van films? Ik heb journalistiek gestudeerd in Zwolle. Met als afstudeerrichting mediaproductie. En toen ben ik in het derde jaar, denk ik, of vierde jaar, heb ik een camera gekocht. Gewoon een DSLR. Omdat ik gewoon filmpjes wilde maken. Toen heb ik een beetje aangeklopt rondom me heen. Bij voetbalclubs, bij wat kleinere bedrijven. Om een beetje portfolio op te bouwen. Toen heb ik in mijn vierde jaar heb ik stage gelopen bij Ivo Media in Amersfoort. Dat is van Bob Leeuwenson. En ik heb stage gelopen bij IJks TV. Telkens een stage van 3 maanden. En toen ben ik daarna bezig gegaan aan scriptie. Afgestudeerd. En toen eigenlijk een beetje doorgegaan met wat ik eigenlijk tijdens studie ook al deed. Gewoon filmpjes maken. En uteindelijk heel veel gewerkt met Bob Leeuwenson. Die we steeds inzetten voor wat klusjes. En met hem samen veel dingen gedaan toen. Dus op een gegeven moment klopte Ajax aan van hey, we hebben een klus voor seizoenkaarthouders. Heb je misschien tijd en zin om daar een dvd voor te maken van een half uurtje. Dat moet allemaal geëdit worden met een terugblik of afgelopen 3 seizoenen. En eigenlijk na die klus kwamen ze steeds vaker terug van oké, hey, heb je misschien zin om dit nog een keer te doen en dat en zus en zo, promotje hier, promotje daar. En toen ondertussen kwam Brent Stevens, mijn compagnon kwam aan met een klus voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Die wilde een video en toen, wij kenden elkaar van de voetbalclub, we waren al een aantal jaar bevriend. En toen zei hij van, misschien kunnen we dit klusje een keer samen oppakken en kijken of dat bevalt, een beetje die samenwerking. En toen, dat ging eigenlijk goed. En toen zei hij, ja, waarom gaan we dit niet voortzetten in een eigen bedrijfje, dat jij dus zeg maar de creatieve gedeelte van het bedrijf hebt en ik alles daaromheen doe. En zodoende zijn we eigenlijk de afgelopen 4 jaar in die rol zeg maar doorgegroeid tot waar we nu staan. Dat wij op regelmatige basis dingen doen voor Ajax, maar ook juist voor hele andere dingen zoals voor ABN, voor Zilveren Kruis, voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Nu sta ik hier om mijn 26e. Het is wel opvallend dat heel veel mensen gaan op een gegeven moment naar een opleiding filmpjes maken of in hun vrije tijd. Maar jij ging echt filmpjes maken voor bedrijven. Je ging echt op naar clubs toe, je ging naar... Ja. Is dat iets wat je al van jezelf altijd had? Of heb je dat van iemand geleerd? Van dat ondernemende? Ik wist gewoon, als ik dit voor mezelf wil gaan doen, dan moet ik een portfolio hebben. Dat is gewoon belangrijk. Weet je, ik moet wel, als jij straks... als iemand werk voor je heeft, dan moet je wel iets kunnen laten zien. En dat gaat in het begin gaat daar niemand voor betalen, want je hebt nog niks gemaakt. Dus ik had snel door dat je dat gewoon wel moest doen. Gewoon... En dan maar gewoon benaderen en kijken of er mensen zijn die dat zien zitten. Weet je, en ik ben echt bij Sparta Nijkerk. In Nijkerk zit de hoogste amateurvereniging in de omgeving. Daar heb ik wat dingen voor gedaan.
ook wel af en toe iets te hoog ingezet gelijk. Van oké, ik wil gelijk voor jullie heel Sparta TV doen. Maar eigenlijk ging dat vanzelf. Maar ja, je moet gewoon een portfolio op gaan bouwen en gewoon dingen En deed maken. Je dat gratis dan? Was het gewoon, ja. ik ga dit gratis voor jullie maken? Ja, ja, dan was het echt gewoon, er was ook vaak geen budget. Dus dan zeiden ze gewoon, wat wil je gaan doen dan? En dan zei ik, ik wil gewoon een leuk promovideootje voor jullie maken. En dan kun je zelf maar zien wat je ermee doet of niet. En dan dat ik het kan gebruiken in mijn portfolio. En dat was eigenlijk wel... Maar toen wist je al zeker, dit is het pad waar ik... Nee, want ik heb de afgelopen 5 jaar nooit echt een pad uitgestippeld van ik doe dit, want dan kom ik daar. Het ging juist zo van wat kan ik nu gaan doen? Ik heb een camera, ik kan nu filmpjes gaan maken. Laat ik het maar gewoon gaan doen en zie ik wel waar het schip strandt. Ja, en zo gaat het eigenlijk na 5 jaar nog steeds. En eigenlijk gewoon nog steeds is het gewoon wij maken altijd, bij ons maken altijd zelf de afweging van is het... Enerzijds levert het wat op qua financiën, maar anderzijds levert het ook wat op qua portfolio. En is het ook gewoon een vette klus om te doen. Dat is eigenlijk de afweging die we altijd maken. Dus als het niks oplevert qua geld, levert het dan wat op qua PR. Of gewoon is het iets vets om te doen, nou, dan gaan we het doen. Dat zijn eigenlijk 3 checklist dingetjes, minimaal 2 daarvan of minimaal eentje. Dat moet ik gewoon doen. En als het dan een keer iets minder betaald, maar juist wel een hele vette klus is, dan gaan we er ook gewoon voor. En dat, zodoende zijn we gewoon altijd een beetje onze weg weten te vinden hierin en dat is wel... Ik vind wel op heel veel, als je nu heel veel jongeren zou vragen, zou je gratis filmpjes maken voor een bedrijf? Dan zouden ze denken, nee, dat is onzin, dat is zonde van mijn tijd, waarom zou ik dat doen? Ja. Maar dat is wel het belangrijkste springplank die je kan gebruiken eigenlijk. Ja, voor mij is het gewoon, je moet het gewoon doen. Je kan het alleen maar leren door het gewoon... te doen en zoveel mogelijk te doen en zoveel mogelijk op je bek te gaan en weten wat de valkuilen zijn. En dat is, zo heb ik het wel geleerd. En nu is het ook wel iets andere tijd en dat lijkt niet zo lang geleden, 5 jaar, maar in die tijd is YouTube zo gigantisch groot geworden natuurlijk. Dat iedereen met een smartphone een filmpje kan maken en een vlog kan maken. En dat was in die tijd... Klinkt gelijk wel als een oude lul van maar... Van 26. Ja, precies. Maar ik had niet het idee dat er toen heel veel mensen waren die dat deden. En ja, dan... Ik deed het maar gewoon. Ik dacht gewoon, fuck it. Ik ga gewoon dingen doen. En dan hoop ik dat ik hier ooit mijn geld mee kan verdienen. En lukt het niet. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja. Maar ja, ik moet gewoon aan de slag zijn. En, ik kon ook niet echt... Kijk, ik had ook niet echt, bijvoorbeeld, ik had ook geen presentatieambities of zo. Dus het was ook niet zo van, ik ga filmpjes maken over of voor mezelf. Mm-hmm. Ik wilde juist gewoon, altijd een beetje mijn stip op de horizon is nog steeds wel een beetje. Was altijd gewoon, ik wil een commercial draaien voor Adidas of Nike. Hoe dichtbij dat doel ben je ongeveer? Geen idee. Qua percentage? 50% denk ik. 50%? Ja. Dus dat ligt nog best ver. Ja, dat idee heb ik ook wel hoor. Dus ongeveer nog 5 jaar en dan heb jij een commercial voor Adidas of Nike. Ik hoop het. Het zou mooi zijn. Ja. Het is wel iets moois om zo'n specifiek doel te hebben ook. Omdat je dan de klussen die je aanneemt, kan je daarop kan je naast leggen. Ja, maar het is niet zo dat ik zeg maar dat het de enige richting is die we opgaan. Dus het is niet zo van deze klus draagt daar niet aan bij, dus doe het niet. Ja, precies. Maar ja, het is altijd gewoon een beetje, ik wil gewoon... Ik was altijd gewoon een beetje fan van vroeger al van die Nike reclames, weet je, op het vliegveld met Braziliaanse elftal. Noem maar op. En dat was Bonito. Ja, precies, die dingen. En in die kooi met Cantona en zijn zilveren bal. Weet je, dat sprak me zo aan. Ik dacht, als ik ooit zoiets kan maken, dat lijkt me echt, dat was voor mij altijd een beetje de droom. Alleen nu zie ik ook wel dat er andere dingen zijn, zeg maar, die zeg maar nog... Misschien wel toffer zijn. Ja, nog toffer zijn. En dat misschien niet eens een heel groot doel is of zo. Dus ik heb ook wel weer andere dromen gekregen in die afgelopen 5 jaar dat ik bezig ben geweest. Maar ja, het is nog steeds wel een ding. En we zijn nu... Ja, we komen wel steeds dichterbij. Maar ik merk ook dat helemaal als klein productiebedrijfje, bureau, dat je daar niet zo makkelijk tussen komt. Dat je zulke merch gaat altijd via een agentschap of via een echt groot reclamebureau. Dus om daar te komen, dan moeten we nog wel even wat... stappen zetten, maar ik ben nu onderdeel van de Boardroom. Dit is een agentschap / reclamebureau, onderdeel van Media Monks, die ook heel veel Adidas doen.
En daar ben ik nu als nieuw talent zeg, op de website geplaatst. Dus daar kunnen reclamebureaus mij op boeken. Ja, dus dat, weet je, dat maakt het wel weer dat ik een stapje dichterbij ben. Dus als je filmmaker bent en je zou een commercial willen maken, dan, of regisseur, dan is het heel moeilijk om daartussen te komen, omdat er eigenlijk een agentschap tussen zit. Nou, wel als klein bureau, want ik ben dan, zeg maar de 50% van pressfilms. Ja, wij gaan daar niet zo snel tussen komen, omdat elke campagne gaat via gewoon een groot reclamebureau. En elk reclamebureau werkt weer samen met een vaste agentschap. Ja, dus dan moet je inderdaad regisseur worden van die waar zo'n agentschap zeg maar jouw belangen behartigt. En dan pas krijg je misschien zo'n opdracht. Ja, tenminste dat is zoals ik denk dat het gaat, zoals ik wat ik heb gehoord. Ik heb het nooit helemaal uitgezocht, maar volgens mij gaat het op die manier dat zij, zoals zij werken. Dus ja, ik hoop dat we telkens een stapje dichterbij komen. Maar, Want heel af en toe gaat het dus anders, zoals bij Ajax. Ja. Jij liep stage bij Ajax. Ja. Op een gegeven moment werd je teruggevraagd voor een opdracht. En die relatie bouwde zich uit naar Ajax nu als opdrachtgever. Ja, ik zit daar nu 2 dagen in de week. En dan ben ik, dit seizoen ben ik iets meer bezig met een soort van hervormen. Ja, hervorm vind ik een groot woord. Maar een beetje, ik ben bezig met nadenken over hoe gaan we online profileren. Hoe gaan we onze YouTube opnieuw inrichten. En iets meer daarmee bezig. Dus iets minder het creëren van content. Maar dat was wel in de vorige anderhalf jaar een beetje mijn rol daar, dat ik gewoon alle andere content die gemaakt moest worden, dat ik die een beetje op me nam. Dus promo's of YouTube-series of noem het maar op. Ja, en op een gegeven moment bij Ajax is het gewoon zo dat het podium is zo gigantisch groot. Dat helemaal, met de Europa League finale een beetje als top. En dat je werk wordt ineens door zoveel mensen gezien. En dat maakt het bij Ajax wel heel bijzonder om het te doen, maar ook ondanks dat het podium heel groot is, heb ik ook heel veel vrijheid daardoor, alles wat ik al gedaan heb, denk ik. Dat ze me eigenlijk nooit, dat ik nooit gecontroleerd word in principe wat ik doe. Dat ik best wel gewoon de vrije hand krijg van Joost, wil je een promo maken? Je mag doen wat je wil in principe, wat ze zeggen. Natuurlijk zijn er wel regels en op het moment dat het fout gaat, dan word ik echt wel teruggefloten. Maar het is niet een opdrachtgever die dan heel erg in je nek zit te hijgen van gaat dit wel goed? En, dit moet er per se in, nee, zo moet het eruit zien. Precies, en er zijn met de club als eigenlijk natuurlijk wel wat sponsoren aan verbonden die af en toe even aan de deur kloppen van mag volgende keer het grote Nike logo even uit beeld en dat soort dingen kom je wel tegen. Maar in principe is het een hele, voor mij ideale werkgever omdat ik en heel dicht bij de club ben waar ik altijd als sporter ben geweest. En dat ik gewoon heel veel vrijheid krijg in wat ik doe en dat is wel heel... Want kan je dat proces ook beschrijven, want eigenlijk doe jij alles bij die filmpjes. Mm-hmm. Of in ieder geval, dat deed je vorig jaar. Ja, nagenoeg alles. Zeg maar. Er zijn nog hier en daar wel mensen die dan wel helpen. En bijvoorbeeld in eindmontage, dan wordt de audio, dat geef ik aan de editor. Maar in principe kan ik het hele proces van A tot Z kan ik op me nemen. En dan is hoe dat gaat, dat is heel verschillend hoor. Zou je het kunnen uitleggen met We Are Back van de Europa League? Ja. Ja, dat begon al bij de halve finale. Toen hadden we een brainstorm van wat gaan we doen rondom de halve finale. Met wie heb je die brainstorm dan? Met ik denk dat dit was met wat social media redacteuren. Van Ajax? Ja. Binnen Ajax Media. Er zaten wat mensen van social media bij, zaten mensen van tv bij. Producent zat erbij. Dus met een clubje van Ajax Media. Mm. En die zei, wat gaan we doen rondom die finale? Want het is natuurlijk wel belangrijk dat we een beetje gaan uitpakken rondom de halve finale. Eerste keer weer in zoveel jaar. En we kunnen dus eventueel die finale gaan halen. Dat wordt iets bijzonders. Dus wat gaan we doen? Nou, ik had toen al een klein idee van, ik wil eigenlijk al een promootje maken. Voor de halve finale redden we dat nog. Maar dat was volgens mij, die week voor de finale was dit. En toen lag er nog helemaal niks. Dus toen zei ik ik kan ook al dit idee even een beetje parkeren en op het moment dat wij de finale halen, dan kunnen we daarmee gaan uitpakken, hoop ik. En toen zei ik, prima, dan gaan we rondom de halve finale maken we gewoon een mooie reportage van de weg naar de finale toe in Lyon. En toen kwamen we uiteindelijk dus in de finale. En toen had ik eerst nog de edit voor de reportage. We kwamen die donderdag terug. En toen kwam ik vrijdags terug. Vrijdagochtend heb ik tot aan middernacht alle beelden te spotten. Heb ik zaterdag de edit gemaakt voor de reportage. Want op zondag speelde alweer de laatste wedstrijd. Toen moest ook weer voor die tijd moest dat eruit zijn.
wedstrijd gespeeld, dat is maandag. Dus dan zitten we anderhalve week voor de finale, begon ik met schrijven van We Are Back. Van oké, okay. Ik had toen in het vliegtuig al het idee een beetje gekregen van ja, weet je, er is niet zoveel veranderd. Weet je, we staan nu in de finale van een Europees hoofdtoernooi. Met aanvallend voetbal, met heel veel eigen jeugd, met heel veel jonge spelers. Weet je, we speelden eigenlijk met de jongste ploeg ooit in de Europese finale. Dus ja, in de afgelopen 50, 60 jaar van, in de historie van Ajax, waarin zeg maar, in de hoogtijdagen eigenlijk met dezelfde formule successen werden behaald. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd. En eigenlijk ben ik met die zin in mijn hoofd ben ik gewoon gaan schrijven en heel veel gaan krassen en heel veel gaan weggooien en heel veel opnieuw proberen. En uiteindelijk kwam er een tekst uit die volgens mij, weet je, die toen waarvan ik dacht, oké, dit is, begint een beetje op niveau te komen dat het goed genoeg is. En toen ben ik daar gewoon beelden bij gaan zoeken. Ik had toen, kort daarvoor, had ik een Nishika camera gekocht via eBay. Dat is een camera die 4 foto's naast elkaar maakt. Komt uit de jaren 80. En die... En ik dacht, ja, ik ga deze gewoon ook hiervoor inzetten. Ik ga gewoon kijken of het lukt. Nooit mee gewerkt, nooit geprobeerd. Dus dat was wel even spannend. Ik denk, nou oké, die moet er ook komen. Dus die foto's gemaakt van de spelers. Snel laten ontwikkelen. En toen begon ik vrijdags, was die ingesproken, de tekst, de voice-over, en toen begon ik vrijdag met de edit. Toen kwamen die zaterdag kwamen de foto's en maandag lag er toen de eerste versie, die toen ter goedkeuring even ging naar de eindredacteur. En toen dinsdags gingen wij naar Stockholm toe, mm-hmm. Toen heb ik in het vliegtuig nog de laatste edit gedaan. En toen moest ik, nou, wilde ik in het hotel nog even wat editen. Toen moest ik naar de training toe, kwam ik terug. En toen om 1 uur 's nachts, op de wedstrijddag zelf al, was die af uiteindelijk. Sorry. En toen ging het ineens heel hard. Dat was echt heel tof. En het ging ook, wat je zei, het ging hard. Maar het ging echt, binnen een dag had je een paar, volgens mij sowieso over de miljoen zaten jullie toen. Ja, volgens mij, ik weet niet. Exacte cijfers, maar volgens mij was het bereik gemeten door het bureau kwam tot 4 tot 5 miljoen. Ja. En dat is dan even alle media bij elkaar. Dus voor mij alleen op Facebook zat hij al over de 1,5 miljoen heen, geloof ik. Maar ook, weet je, als ik uitstond op RTL en uitstond op NOS. En dat is iets wat jij hebt gemaakt. Dat is iets wat in jouw hoofd zat en op een gegeven moment ziet iedereen. Ja, dat is bizar dat je gewoon weet van oké, ik heb hier... Vorige week zat ik zeg maar op mijn zogenaamde zolderkamer hier aan te schrijven en dit te bedenken. En dat is nu, wordt nu gezien door zoveel mensen. Ja, dat is wel. Dat moet zeggen dat ik dat af en toe nog steeds wel gewoon gek vind hoor. Dat mensen dus nu. Ik reed laatst met mijn compagnon terug van een afspraak. En nou, die mensen hadden hem ook gezien. En van ja, oké, dat wil jullie dus. En dat ik gewoon bedacht van ja, iedereen die jij nu ziet om je heen, als je door een winkelstraat loopt, dan weet je gewoon van dat best wel een aanzienlijk percentage van die mensen jouw filmpje heeft gezien. En dat. Ja, dat blijft op zich ergens nog gewoon bizar dat mensen nu ook meer weten wie ik ben, wat ik doe. Dus dat meer mensen mij nu kennen, terwijl ik ze nog nooit gezien heb of gesproken heb. Ja, dat vind ik iets, vind ik wel iets bizars of zo, maar ook wel iets lachers. En de truc nu is natuurlijk om dat zo vaak mogelijk te doen. Ja. Want je wil dat succes eigenlijk gewoon elke keer. Ik besef me ook wel dat zeg maar die video, dat was ook wel gewoon een moment in samenkomst van allerlei dingen. Weet je, het is natuurlijk ook wel de... Voor supporters van mijn generatie, die heel veel op social media zitten, was dit gewoon de belangrijkste dag in hun leven als Ajax-iet zijn. Zeg maar. Ja, maar ik heb natuurlijk wel 94, 95 meegemaakt, maar niet bewust. Ja, ik was 5 jaar oud. Ja. En nu stonden we eindelijk weer eens een keer in de Europese finale, waarvan niemand had gedacht dat het ooit nog mogelijk was. En weet je, die emotie, die zit er natuurlijk ook wel in. En dat die daaraan, weet je, wat mij betreft, of wat mij volgens mij blijft, dat filmpje voor altijd... Zeg maar onderdeel van die herinnering aan die finale. En dat. Dus ik besef me ook wel dat ik niet zomaar weer zoiets kan maken. Wat zo'n impact heeft op zoveel mensen. Omdat iedereen op die dag naar Ajax keek. Dus ja. Ik zou het wel willen, maar. Ik denk dat het ook. Weet je, je moet ook niet. Ja, weet je, dit was gewoon nu. Wat was gewoon mooi zoals het nu was, zeg maar. En hoe het samenkwam. En volgens mij, als ik nu af en toe naar de tekst kijk, denk ik ook van ja, het is ook wel gewoon een. Goede rake tekst die helemaal paste bij wat wij toen als Ajax-ide voelden. Want denk je dat een regisseur of filmmaker die geen journalistieke achtergrond had, die niet zijn eigen tekst zou schrijven, dat hij een even sterk filmpje daarvan had gemaakt? Want ik vond het van het hele filmpje, vond ik de tekst het sterkst.
Ja, weet ik niet. Ja. Als je een iets andere tekst had gehad, denk ik dat het filmpje niet had gewerkt. Ja, dat denk ik ook hoor. Ik denk dat de tekst hierin wel heel, die was leidend ook. Maar ja, ik weet niet of het zozeer te maken heeft met journalistieke achtergrond. Ik weet niet of ik dit per se heb geleerd. Ik ben met een opleiding of zo. Ik denk het niet. Ik vond schrijven altijd wel leuk hoor. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk voor journalistiek koos. Omdat ik gewoon, ja, omdat ik wel aardig kon schrijven en dat ik het wel leuk vond. En tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik film nog veel interessanter vond. Dus ik denk meer dat het een gevolg was dat ik journalistiek ging studeren, dan dat ik het heb geleerd omdat ik journalistiek heb gestudeerd. Ik denk dat het meer, ja, dat het gewoon wel een beetje al een beetje in me zat. Dat ik wel weet hoe krachtig tekst kan zijn. Dat ik daar ook wel met die video wel goed gebruik van heb gemaakt, gelukkig. Ja, dus meer dat het al aanleg was dan dat journalistieke opleiding was. Nee. En dan het feit dat je dat dit filmpje nu hoort bij de herinnering van die finale. In 95 was dat waarschijnlijk een tv-moment of zo, of een interview met iemand. Ja, Louis van Gaal die de karatentrappen nadoet bijvoorbeeld. Hoe denk je dat dit gaat veranderen? Want je zal nu steeds vaker, als er iets bijvoorbeeld met Nederlands elftal of zo gebeurt, ja, zal daar een filmpje van internet of een meme op het internet of ja, iets anders aan gelinkt worden. En niet meer zozeer een televisieuitzending. Nee. Hoe zie jij dat zich ontwikkelen uiteindelijk? Ja, het is ook wel zo dat er nu inderdaad, maar er is nu zoveel content, dat er steeds minder van die hele specifieke momenten komen waar mensen het aan gaan herinneren. Zoals die karatentrap van Louis van Gaal, weet je. Als dat in dit tijdperk was geweest, ja, dan was die op allerlei manieren viraal gegaan met allemaal parodieën erop, et cetera. Dat maakt het ook, maar dan daarom is het misschien voor mijn filmpje, het klinkt heel cru en ik bedoel, maar het is misschien zelfs gunstiger dat we het niet hebben gewonnen. Omdat op die manier, zeg maar, de finale aan zich, die was niet zo interessant. Want ik weet nog heel goed dat ik tijdens de finale, ik stond langs de lijn met de camera. En een collega van Ajax Media, die stond ook langs de lijn. Die was de snaps aan het maken. En eigenlijk na een minuut of 4 of 5 keken we elkaar even aan. We zeiden niks, maar het was echt een blik van, dit wordt het niet. We kunnen deze wedstrijd 3 jaar laten spelen, maar we gaan dit niet winnen van dit Manchester United, van deze Mourinho die het zo slim heeft neergezet. En dat maakt ook dat ik aan die wedstrijd zelf niet eens zo heel veel herinneringen heb. Ja, ik weet dat die bal van Pogba er ongelukkig invloog, maar er is geen Robben Casillas moment op in die wedstrijd. Er is geen moment dat je denkt van wat als. Het had anders af kunnen lopen. Nee, dat idee heb je gewoon niet gehad. En dat maakt het misschien juist meer dat die voorpret leuker was. En dan is het, ja, bij de voorpret hoort gewoon dat filmpje. Dat was zeg maar de kerst op de taart. Ja, dat was, ja, weet je, die voorpret dat je gelooft in die titel. Weet je, maar als ik moet kiezen, dan ruil ik 100 keer dat filmpje in voor die cup hoor. Daar laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ja, voor de impact van dat filmpje is het misschien, of voor de herinnering van dat filmpje is het misschien beter dat er niet gewoon. Ja, ja. Anders had je een nieuw filmpje moeten maken. Ja, had ik ook niet erg gevonden. Ja, toch? Ja. En denk je dat, los even van al het film maken, maakt Ajax nu nog kans om dat binnen 8 jaar nog een keer te flikken? Ja. Ja, maar als je mij dit vorig jaar had gevraagd, had ik gezegd nee. Ja. Maar juist omdat ik toen dacht van niet, denk ik dat het gewoon, ja, misschien niet binnen 8 jaar, maar ik denk dat het wel weer mogelijk is om ooit een keer in ieder geval een Europa League finale te staan. De Champions League finale wordt onmogelijk. Weet je, dat vind ik ook niet eens leuk meer. Dat is gewoon voorspelbaar. Maar de Europa League, ja, maar moet het wel weer allemaal kloppen, weet je. Dat moet er weer net, ik denk dat het vorig jaar ook gewoon echt een belangrijke combinatie is van heel veel dingen die goed samenvielen, weet je. Zoals een goede jeugd, goede aankopen, goede trainer voor de groep. Dat het allemaal zo goed samenviel en een hele hoop geluk. We moeten ook niet vergeten dat we in Gelsenkirchen bij Schalke bijna uitgeschakeld waren. En in Lyon ook door het oog van de naald kropen. Dus ja, ik denk wel dat het mogelijk is. En als dat dan nog een keer gebeurt, dan is Ajax TV natuurlijk
de plek waar alles te zien zal zijn. Ja. Nu is Ajax TV eigenlijk al een plek waar heel veel extra informatie over Ajax te vinden is. Je hebt interviews met spelers, je hebt een soort entertainment gedeelte. Ja. Hoe belangrijk denk jij dat zo'n apart tv-kanaal of een YouTube-kanaal voor een club is? Denk je dat meer clubs dit over gaan nemen? Is dit iets van de toekomst? Loopt Ajax hier voorop? Nou, ik denk dat het sowieso intens belangrijk is voor een club. Weet je, wij zijn eigenlijk het eerste Ajax Media is gewoon het eerste aanspreekpunt voor supporters. Weet je, ze kijken naar onze wat interactie met ons. En wij zijn voor de buitenwereld zijn wij de club. En hoe wij ons profileren, zo profileert de club zich. En ja, volgens mij heeft elke onderschat geen enkele club, zeg maar, de kracht van social media. Met video in het bijzonder. Maar niet alle clubs hebben dat, toch? Ja, in ieder geval heeft elke club wel een eigen clubkanaal. Mm-hmm. En elke club heeft ook zijn eigen uitzending op Fox. Elke Eredivisie club in ieder geval. En de meeste, ik durf niet met zekerheid te zeggen, maar voor mij zitten alle meeste clubs ook wel op YouTube. Maar niet in zoals Ajax het doet, hoor. Want Ajax neemt het heel serieus. Ja, het is Ajax is wel echt een voorloper in inderdaad unieke content maken die alleen voor YouTube bijvoorbeeld geproduceerd wordt. Maar dat doen clubs als PSV en Feyenoord ook wel. Alleen, ik heb wel het idee dat Ajax daarin wel redelijk vooruitstrevend is, zeg maar, door de mensen die er nu zitten, die zeg maar wel er heel heilig in geloven dat hoe belangrijk online is. Dat dat wel dat het gezien wordt en dat er ook wat aan gedaan wordt, zeg maar. Want als ik erover nadenk, stel je bent een hele kleine club, je bent een RKC of zo, dan ga je het nooit op geld of financiën redden tegen die grote clubs. Nee. En dus sowieso niet op tv. Dat ga je nooit redden. Nee. Maar als je het online uitvecht en jij zet een supergoed kanaal neer voor RKC, waardoor niet alleen mensen uit de regio, maar ook mensen uit, weet ik veel, uit Amsterdam of zo, fan van die club worden, van die spelers. Dan heb je al een iets betere positie om tegen de grote clubs te vechten. Dus ja, eigenlijk is dit een middel voor de kleinere clubs. Ja, alleen is het wel gewoon dat het wel, video is wel een kostbaar ding. Dus de clubs moeten er wel de budgetten voor hebben. En weet je, dat zijn wel bijvoorbeeld een RKC. Dat zijn wel clubs die kunstgras nemen omdat ze natuurgras in onderhoud bijvoorbeeld te duur vinden. En dat, ja, ik denk dat je echt je volledig wilt toespitsen op online video, wordt het wel een kostbaar ding, waardoor veel clubs zullen zeggen al gelijk van oké, nee, dit wordt ons te duur. Maar ze hebben een budget, ze hebben sponsors, ja. ze hebben geld. Dat wordt nu op een andere manier besteed. Want waar zal een club als RKC het bijvoorbeeld aan besteden op dit moment? Het mediageld wat ze hebben. Ja, ik weet niet hoeveel budget ze hebben. Dat durf ik echt niet te zeggen wat zij aan... Want Sparta Nijkerk was dan een amateurclub. Ja. Hadden die iets van een helemaal geen mediabudget? Nee, nou, in ieder geval niet voor video. Het is ook wel 6 jaar geleden, volgens mij hebben ze nu wel een eigen clubkanaaltje. Maar goed, als ze dat dan hebben, dan wordt dat vooral gestopt in interviews na de wedstrijd. Trainingsverslagen, misschien een interview een keer met de speler. Maar niet zozeer als bij is dat het nu, weet je, daar wordt echt nu unieke content gecreëerd rondom de speler. Weet je, vorig jaar was dan rondom kerst hadden het ganzenborden. Het eerste initiële idee was niet, we gaan ganzenborden met die jongens met kerst. Dat was niet het idee. Het was gewoon, we hadden 2 Colombiaanse jongens en een Spaanstalige Cameroener, Onana. Die trokken veel met z'n drieën op en die wilden we eigenlijk op een leuke manier introduceren in Nederland. Ja, en daar hebben we dan krijg je binnen Ajax kregen we daar gewoon de ruimte voor. Oké, laten we hier gewoon iets leuks voor bedenken en werk dat alsjeblieft uit. En dan gaan we dat doen. En dat is, om dat te doen is het best wel een kostbaar ding, omdat je gewoon... Je krijgt er niet direct iets voor terug. Omdat je best wel veel tijd investeren in alle productie vooraf. En ik denk dat dat voor veel clubs wel een drempel is waar ze overheen moeten voordat ze zeg maar, echt zich helemaal gaan toespitsen op dergelijke content. Want wat jij zegt, wat tegenover staat, zijn interviews na een wedstrijd, wedstrijdverslagen of trainingsverslagen. En dat is het eerste wat ze gaan doen, denk ik, als zij op het moment dat zij met video... Wat levert dat op? Als jij dat naast unieke content zetten. Ja. Nou, waar zou jij voor kiezen als jij je eigen club had? We
We zijn er net beneden uitgetrapt, ja, vandaar ja. dat we nu bij jou op kantoor zitten. En we hadden het over waarom je, als je een eigen club had, dat je, waarom jij voor unieke content zou kiezen in plaats van alleen maar interviews en korte ja. verslagen, maar waarom je ook begrijpt dat ja. een kleine club dat wel doet. Ja, weet je, ik vind dat Club TV is bij uitstek juist geschikt om een andere kant te laten zien van de voetballer die we op tv zien. En de voetballer die we in interviews zien bij een NOS of bij een Fox. Juist een Club TV heeft toegang tot, ja, tot een soort van privéleven van zo'n speler. En die juist van de andere kant laat zien. Of dat nou juist met een mooi interview is of juist op een grappige manier met wat, wat entertainment. Maar dat in mijn beleving is dat zeg maar de functie van Club TV. Juist de spelers op een andere manier laten zien. Maar ik begrijp ook dat een club als die gewoon wat iets kleiner is en of in de Jupiler League speelt of onderin in de Eredivisie. Ja, weet je, dat is ook een club die niet elke week in de schijnwerper staat. En die willen ook gewoon hun spelers op een manier laten zien aan hun supporters, zodat ze ook blijven informeren, dus ook gewoon nieuws brengen. En ook gewoon dat ze ook gewoon te horen zijn en te zien zijn. Dus ik snap wel dat ze. En als je zeg maar alleen maar unieke content gaat maken met zulke spelers, daar gaat gewoon veel meer tijd, dus ook veel meer geld in zitten. Dus ik begrijp dat clubs dan op een gegeven moment zeggen van ja, oké, we zetten iemand van op media, we zetten er een verslaggever bij, we zetten een cameraman erbij. We willen wel videocontent, maar ja, dan wordt het waarschijnlijk wel interviews en gewoon de standaard content die we ook al zien bij NOS. Dan ga ik heel kritisch zijn. Ja. Een video, een cameraman zei je, verslaggever en een... Er zit vaak wel een editor, maar vaak zijn het cameo's die het doen, denk ik. Ja, dus dat zijn de drie mensen die zo'n trainingsverslag maken of een kort interviewtje. Ja. Die drie mensen zou je ook gewoon op unieke content kunnen zetten. En dan zouden ze misschien in plaats van drie keer een interview of drie trainingsverslagen, zouden ze één videocontent kunnen maken. Ja, maar dan mis je wel dus de informerende waarde. Dus dan... ik denk dat voor clubs zijn het vooral verslaggevers die het doen. Dus maar wat voor informatie krijg je als supporter binnen als je naar zo'n trainingsverslag kijkt, wat je niet gewoon op de website zou kunnen lezen? Of, ja, nee, dat je zou het ook kunnen lezen. Je zou het ook in kunnen schrijven. Maar goed, dan wordt het natuurlijk wel minder gezien. Maar jij als supporter van Ajax? Ja. Als Ajax niet die... Als jij die blik achter de schermen niet zou krijgen van je spelers. Het enige wat je te zien zou krijgen. Een paar korte interviews over hoe ging de training. Wat verwacht je van de wedstrijd. Kijk jij daarnaar? Met belangstelling? Ja. Het ligt een beetje aan wat ook fase zit van het seizoen. Ja. Maar bijvoorbeeld als Feyenoord op het programma staat. En Hakim Ziyech had een beetje last van zijn enkel. Ja, dan wil ik wel weten als hij wordt geïnterviewd hoe het gaat met zijn enkel. Dat wil ik wel zien. Ik wil wel een trainingsverslag zien. Maar... ik begrijp wel een beetje waar je naartoe wil, maar ik denk dat vooral veel clubs het zien als nieuws, wat ze brengen met video. Terwijl ik het veel meer zie als entertainment. Om die stap zeg maar, te kunnen maken als club, ja, dat kost gewoon een hoop tijd en een hoop geld en een hoop mensen die daar zeg maar, voor ingezet worden. En ik denk dat heel veel clubs dat nog niet inzien of willen inzien of niet het geld voor hebben of niet het geld voor willen vrijmaken om dat te doen. Maar op een gegeven moment gaan clubs dat doen en dan zien ze dat werkt. Ja. En dan loop je er eigenlijk in feite achteraan. Ja, maar ja, clubs moeten ook wel zien, moeten op een gegeven moment gewoon... Zo werkt het wel vaak, dat ze, oké, dit werkt, dus dit gaan we doen. Weet je, zoals in Engeland heb je Arsenal TV en Arsenal die... mag geen gebruik maken van wedstrijdbeelden. Dat is allemaal streng geregeld met de Premier League. En die mogen dat niet doen. Dus je hebt op een gegeven moment gezegd, oké, dan gaan wij ons volledig toespitsen op entertainment. En gewoon leuke dingen doen met die spelers. En dat werkt. En dat zie je nu dat dus gekopieerd wordt. Maar ja, er moet meestal gewoon één iemand zijn die het aandurft om het op die manier aan te gaan pakken. En Ajax is dat voor de Eredivisie? Ja, vind ik lastig omdat ik er zo middenin zit. Weet je, misschien dat... Ja, ik denk wel dat Ajax daarin een... dat zeker vorig seizoen, dat we echt een seizoen hebben gedraaid waarin Ajax liet zien van oké, wij doen het... Probeer het op een andere manier te doen dan dat je gewend bent van clubs. En dat werd ook echt goed gewaardeerd. Dus dat is ook wel een ding geweest dat we zeiden, oké, we moeten daar wel mee doorgaan dit jaar.
En maar het kost gewoon echt een hoop tijd om projecten uit te zetten en om dit te laten werken. Dat kost gewoon. En dat ik snap ook dat wat kleinere clubs het niet die investering direct waard vinden. Omdat ze nog nergens echt een goed voorbeeld hebben van hoe het kan. En ook niet de expertise hebben om het goed te doen. En wat verwachten jullie dan voor de komende 2 jaar ongeveer? Wat is de planning voor de toekomst voor Ajax TV? Weet ik niet helemaal. Want ik ben echt als freelancer daar. Dus ik weet niet helemaal wat hun strategie is, zeg maar, qua tv. Maar ik weet wel dat internet gewoon nog zoveel belangrijker gaat worden. Weet je, het gaat echt nog. En dan denk ik YouTube in het bijzonder. Ja, weet je, daar zit onze doelgroep gewoon. Daar zit gewoon de doelgroep van Ajax, die zit gewoon op YouTube. En die, ja, dat gaat zich ongetwijfeld nog veel verder die kant op ontwikkelen. Daar ben ik van overtuigd. Want jullie hebben nu hoeveel abonnees op YouTube-kanaal? Iets van 200.000? 200.000, denk ik, ja. Ja. Ik denk dat wij, we zijn een half jaar volgens mij van 150 naar 200.000 gegroeid of zo. En hoeveel seizoenskaarthouders zijn er bij Ajax, weet je dat? Ja, 41.000 denk ik ongeveer. 41.000? Ja, zoiets, 41.000. Denk je dat je die twee dingen aan elkaar zou kunnen linken? Dat hoe meer abonnees je hebt, hoe meer trouwe volgers je op YouTube hebt, hoe meer seizoenkaarthouders er zullen komen? Nou, ik denk niet. Want wij verkopen, volgens mij, Ajax verkoopt elk jaar seizoenkaarten uit. Dus ze hebben altijd gewoon je hebt altijd een marge, zeg maar, dat ze nog beschikbaar houden voor de kaartverkoop. Ik denk juist dat onze groei ligt in de supporters die ooit een seizoenkaart kunnen gaan kopen. Dus de jongere doelgroep die of af en toe een wedstrijd bezoekt of nog de jongens om te gaan. Dat daar juist onze groei ligt om die aan ons te binden. Die gewoon altijd online zijn, altijd op YouTube rond. Weet je, die geen tv meer kijken, maar juist alleen op YouTube zitten. Dus ik denk dat. Maar seizoenkaarthouders is ook zo'n. Weet je, dat zijn zo uiteenlopende mensen. Dat zijn wel voornamelijk mannen. Maar dat zijn, weet je, het zijn mensen die misschien al 60 jaar bij Ajax komen. Maar het zijn ook jongens die bijvoorbeeld de supporterscultuur heel interessant vinden. En het liefst op de F-site staan en liedjes zingen 90 minuten lang. Terwijl ja, iemand anders misschien weer 90 minuten lekker op de stoel wil zitten en gewoon van mooi voetbal wil genieten. En dat is zo'n brede doelgroep dat gewoon niet te doen is om dat, zeg maar, te specificeren in een bepaalde doelgroep waar je op wil richten. Maar ik denk dat juist gewoon de mensen die, de jongens en meisjes die nu die Ajax wel volgen, maar niet per se een seizoenkaart hebben. Maar op die manier, zeg maar, die juist wat van die spelers willen leren. En waarvoor het nog echt helden zijn en rolmodellen zijn. Om die met YouTube nog meer aan ons te koppelen. Ik denk dat daar een beetje, dat daar, zeg maar, de voornaamste groei ligt. En wat voor supporter ben jij dan? Nou, ik was altijd wel. Ik vond supporterscultuur altijd heel, heel boeiend. Ik ben er verder nooit in meegegaan. Ik vond het altijd wel interessant om te zien, maar vooral, zeg maar, een beetje de cultvoetbal. Dus de voetbalculture, zeg maar, de weet je, de afgetrapte veldjes en de pisbakken van met je enkels tot aan een pis staan, zeg maar, weet je, de oude Engelse bakken, dat vond ik altijd prachtig. En nu ben ik wel meer ik besef me altijd gewoon heel goed dat ik moet genieten van de mooie momenten die we nu hebben. Dat die heel spaarzaam gaan zijn. Weet je? Mijn vader is natuurlijk opgegroeid met Johan Cruijff in de jaren 70. Dat ze 3 keer achter elkaar de Europa Cup 1 wonnen. En dat ik weet dat ik dat nooit ga meemaken. Maar ik ben wel een. Ik ben nog steeds ook wel gewoon heel fanatiek. Die alles volgt, alles nieuws volgt. En alles ziet en alles leest en alles doet. Dan is voor jou, als echte fan, is het best wel raar om een Zlatan Ibrahimovic te ontmoeten. Ja, is het ook. Want die heb je geïnterviewd. Ja, is het ook. Hoe was dat moment dan? Ja, dat was fantastisch. Dat was echt met recht een van de mooiste momenten, zeg maar, dat ik bij Ajax heb. Maar gewoon, ja, het is gewoon, weet je, hij kwam daar, die wel een interview bij Paris. Oh, kut. Ook dat nog. Ja. We hadden een interview bij Paris. En hij kwam binnenlopen en heeft veel voetballers geïnterviewd en meegemaakt. En op een gegeven moment, ja, je bent niet snel onder de indruk gewoon. Weet je. Het zijn ook gewoon mensen. En vaak zijn ze ook jonger bij mij bij Ajax. Het zijn allemaal jongere jongens dan ik. Dus het, weet je, dat is meer gewoon, weet je, gewoon meer op vriendschappelijke manier. Maar dit was echt, hij kwam binnen. En hij was, weet je, hij nam het op gewoon een soort van natuurlijk de leiding over wat daar aan de gang was. Weet je. En op een gegeven moment ook.
Jij kwam binnen en hij zei nog in het Nederlands van alles goed. En hij heeft het interview gedaan en gezeten. En op een gegeven moment zat de perschef van Parijs zat een beetje driftig op zijn horloge te kijken. En een beetje ongeduldiger werd hij. En op een gegeven moment voegde de verslaggever die mee was. Die vroeg sorry, hebben we nog een beetje tijd? En toen keek Zlatan hem aan en zegt van, I'm Zlatan, I'm the boss. En hij bepaalde gewoon wat er gebeurde. En ja, het was gewoon, hij liep ook weg daaruit en we waren met z'n drieën. Dus de verslaggever, ik en iemand van social media. En we keken elkaar weer even aan en het was echt weer van, oké, dit was weer even, dit was echt heel ziek wat we hier hebben meegemaakt. Maar dat was, ja, het was, hij was zo, hij was heel vriendelijk, dat sowieso. En dat, maar het, gewoon op een of andere manier, ja, merk kwam er gewoon zo iemand met zoveel charisma binnen. Dat, gewoon, ja, dat je even onder de indruk was ervan. En dat was wel, ja, nee, maar als je dan als supporter zijn, want dat was echt in, zeg maar, mijn heldenfase. Want ik denk dat je rond tussen de 8 en de 16, zeg maar, er zijn het echt helden voor je. Nou ja, en toen was Zlatan groot binnen Ajax. Weet je, toen ja, trok hij naar Juve, naar die wondergoal tegen NAC. Dus ja, en daarna heb je natuurlijk zijn hele carrière gevolgd. En dan, ja, Zlatan was wel even een hele grote meneer. Dus ja, dat is wel even bijzonder als je daar dan... Een hoogtepunt. Ja, zeker. Ja, dat was echt prachtig. Maar sowieso, dat was onderdeel van een docu. Het was een docu over de ontdekker van Zlatan. John Steen Olsen. Ja. En sowieso was die hele docu was wel een hoogtepunt, hoor. Dat was wel... Want de ontdekker van Zlatan was ook de ontdekker van Eriksen, volgens ja, mij. Ja, Eriksen, Fischer, precies. Dolberg. Hoe was hij als persoon? Ja, waanzinnig. Dat is echt de liefste man die ik die je maar kan treffen. Hij was zo gastvrij en zo meegaand en sympathiek en vriendelijk. En dat was echt... We zijn in totaal denk ik 3 weken daar geweest. En hebben we hem echt... En waar is daar? In Denemarken, bij hem thuis. Niet letterlijk bij hem thuis. Wel af en toe, maar niet... We waren we gewoon... We hebben hem gevolgd in Denemarken en Zweden. Op weg, zeg maar, naar talent scout. En ja, was gewoon zo vriendelijk. En nu telkens als ik kom er wel eens tegen op de toekomst. Of als hij op de club is. Of iemand anders komt er tegen. En dan gaat het zitten, dan zegt hij altijd... Oh, die fantastische jongens. Ze hebben het zo mooi geweest. Hij is zo dankbaar voor wat we toen over hem hebben gemaakt. Ja. Hij was eerst een beetje terughoudend van, nou ja, ik hoef dat niet per se zo in de schijnwerpers te staan. Maar achteraf was hij zo dankbaar voor wat wij gemaakt hadden. En dat, ja, dat is wel, dat is zeg maar echt wel een hoogtepunt, hoor. Dat hij zo, dat zo'n grote man in de voetbalwereld zo dankbaar is. Dat was wel mooi. Want hoe ziet zijn werk er eigenlijk uit? Want als ik denk aan een scout, dan denk ik echt aan een mannetje in een lange regenjas. Hij moet de docu kijken. Ja. Ik heb het gezien, maar ja, okay. Voor de mensen die... Nee, het is... Ik had een heel romantisch beeld erbij, hoor. Mm-hmm. En dat klopt misschien deels ook wel, maar het is een vrij eenzaam bestaan wel. Omdat je gewoon, ja, je kan niet te veel zeggen wat je aan het doen bent natuurlijk. Ja, hij gaat gewoon, hij krijgt gewoon een paar interessante wedstrijden. Kijkt hij wat is interessant. En dan meldt hij zich voor aan om daar naartoe te gaan. Ja, en dan gaat hij daar gewoon op de tribune zitten en dan gaat hij gewoon spelers in de gaten houden. Dat schrijft hij op zijn boekje, in zijn boekje. En op een gegeven moment als hij denkt van, nou, deze speler is interessant genoeg voor... Voor Ajax. Deze kan de top halen bij Ajax. Nou, dan rapporteert hij dat bij de clubleiding. En die zegt dan van oké, nou dan gaan we naar kijken of niet. Maar hij heeft inmiddels zo'n statuur dat ze hem blind volgen. Dus als hij zegt van oké, Kasper Dolberg die moet je halen. Ja, dan gaan ze alles op alles zetten om die te halen. Dat is een beetje hoe hij werkt. Want wat ik heel mooi vond is, zijn beroep is natuurlijk best wel... Als je dat op beeld vastlegt, lijkt dat heel saai. Want ja, het is stilzitten, heel veel observeren. Ja. Maar je wist dat wel op een leuke manier te vertalen in de documentaire. Ja. Je hebt dat wel zo verwerkt dat het niet al... We zitten niet de hele tijd te kijken naar iemand die stilzit. Nee, klopt. Nee, ik wilde ook wel echt een de warmte, zeg maar, van die man laten zien. Want het is natuurlijk best wel bijzonder. Want wat hij doet is natuurlijk gewoon de grootste talenten bij die clubs weghalen. Dus bij een Brøndby of bij een FC Kopenhagen. Maar overal waar die kwam. Maakte niet uit waar, daar werd hij met open armen ontvangen en met iedereen maakte hij een praatje. En dat, ja, weet je, dat liet ook wel weer zien wat voor man het was. Dat het gewoon een hele vriendelijke man is. En die overal door iedereen ook gewoon, die ten eerste iedereen lief heeft en dat ook door iedereen wordt lief, zeg dat? Dat iedereen mag hem gewoon, ja. Ja, weet je, iedereen, en dat was wel heel bijzonder om te zien. En was dat die opdracht?
kwam die vanuit Ajax zelf? Of kwam jij met het idee van, dat is een hele interessante man, ik wil daar iets over maken? Nou, bij Ajax moest op een gegeven moment, vanuit Fox was de opdracht dat er documentaires werden gemaakt door een seizoen heen. En op een gegeven moment was daar een brainstorm over. Oké, wat kunnen we gaan doen? Wat is interessant om te gaan doen? En het leek mij al heel interessant om het werk van de scout te laten zien. Niet zozeer van hem, maar gewoon van het scout in het algemeen. Van de scout in het algemeen. En toen, dat idee werd wel enthousiast ontvangen. En toen op een gegeven moment zeiden van, oké, wie gaan we dan doen? En er was er eigenlijk maar eentje die er echt bovenuit sprong. Weet je? Want natuurlijk, nou, hij is later wat ontdekt en Eriksen. En belangrijk was met de komst van Laudrup. Nou, dat is echt wel een belangrijke man. Maar die wel heel moeilijk te bereiken was, omdat hij zelf niet zo graag in de schijnwerper stond. En, dus dat was wel even van, oké, hoe gaan we dit doen? En toen benaderd en eerst was hij een beetje terughoudend. En toen uiteindelijk wilde hij graag meewerken. Nou, toen zijn we natuurlijk het verhaal helemaal om hem heen gaan bouwen. Van oké, we gaan laten zien wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij doet. En het is dus eigenlijk begonnen met gewoon de opdracht vanuit Fox. Oké, er moet gewoon een documentaire komen. Ja, en zo, Wat ik dan weer interessant vind, is dat een documentaire nu gewoon op het internet leeft. Zo'n documentaire over hem zou normaal gesproken op tv komen. Ja. Denk jij dat dat nu steeds vaker zal gebeuren? Dat er in plaats van een hele dure documentaire over een scout bijvoorbeeld, of over een speler, dat die niet meer zozeer voor televisie gemaakt zal worden? Ja. Omdat dat echt heel veel budget kost. Ja, nou, absoluut. Maar dat zie je nu op YouTube ook al gebeuren. Er worden gewoon... Ja, het zijn geen tv-programma's, maar het worden gewoon programma's helemaal geproduceerd. Gewoon die echt alleen maar voor YouTube te zien zijn. Weet je, zoals zo'n van Stuk TV, zijn ze bijvoorbeeld met het jachtseizoen bezig. Ja, dat is gewoon een televisieproductie, maar gewoon alleen maar online uitgezonden. En dat, ja, en je ziet hoe het scoort online, dat die markt gewoon zo groot is. En er zijn een hele hoop studies gedaan natuurlijk over kijktijd en spanningsbogen van de jeugd. En er wordt altijd maar geroepen dat het kort en krachtig en snel moet. En, maar ja, weet je, op YouTube tonen ze toch telkens weer aan dat helemaal niet... Dat de jeugd gewoon, die wil ook gewoon heel veel zien. En die wil ook gewoon leuke programma's zien. En dat is gewoon waar volgens mij het om gaat. En dan maakt het niet uit of het 10 minuten duurt of anderhalf uur. Weet je, als de inhoud zeg maar interessant is, ja, dan maakt volgens mij het niet zozeer uit dat het op internet is, waar de spanningsboog misschien iets minder lang is. Maar ik denk wel dat we dat steeds meer gaan doen. En dat ook steeds meer bedrijven en clubs en merken dat in gaan zien dat gewoon online gewoon zoveel groter is dan wat dat bereik online zoveel groter kan zijn dan dat ze misschien op tv kunnen bewerkstelligen. Ook omdat het gewoon makkelijker te target is. Ja, en het is een kleinere drempel. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En dat weet je, dus je kan het op internet, kan je natuurlijk zo specifiek kan je je doelgroep gaan bereiken. En dat is op tv natuurlijk nog veel lastiger. Dus dat, maar ja, dat geldt ook voor documentaires, denk ik wel, dat het gewoon meer die kant op gaat. Omdat je publiek gewoon eens veel groter kan gaan worden. Want deze is ook wel uitgezonden via Fox, maar ja, dan zit je achter de decoder en dan... Ja, weet je, dat is toch een kanaal waar mensen niet zo snel komen, tenzij er live voetbal is. Dus dat, ja, dat is lastiger, maar als je dat online wegzet, ja, dan is dat gewoon... En dat is een vast moment, wanneer het wordt uitgezonden. Dus je moet dan net thuis zijn of net dat kunnen zien. Ja, en een hoop mensen weten ook dat het op een gegeven moment toch wel online uitgezonden wordt. Dus ja, dan... Wachten ze wel. Ja, precies. Tenzij de content gewoon zo uniek is dat ze zoiets hebben van, oké, ik wil daar nu bij zijn. Weet je, dat is een beetje wat Arjen Lubach natuurlijk ook doet. Weet je, die zegt, ja, kijk mijn programma en wees er viral voor. Weet je, van oké, ja, op zondag kan je het al zien wat op maandag op internet staat, zeg maar. Dat is dan weer hoe hij het aanpakt. Maar ja, die zijn ook online, die gebruiken ook online heel krachtig en sterk. En dat is... Wat zijn nog meer online dingen waar jouw oog veel op valt? Waarvan jij zegt, ja, dat zijn dingen die ik zelf ook gewoon heel erg volg. Ik vind sowieso de Engelse voetbalclubs wel interessant. Om te volgen wat zij doen en hoe zij omgaan met... het niet gebruik kunnen maken van de wedstrijdcontent. Ook meer als een soort lesmateriaal voor jezelf? Nee, dat niet zozeer. Want ik voor mijn gevoel zijn wij best wel nog wel een andere kant op aan het gaan, denk ik. Maar ook af en toe wel, hoor, dat ik het gewoon interessant vind om te zien, oké, hoe pakken zij het aan? Hoe geven zij hun kanaal? Hoe geven ze dat weer? Het verschilt eigenlijk wel heel erg. Ik kijk gewoon altijd heel veel rond wat er gebeurt op YouTube. En wat vind ik leuk, wat vind ik ook leuk om te zien en wat gebeurt er. Zoals bijvoorbeeld dat jachtseizoen. Dat ik denk van ja, dit is wel gewoon...
Maar goed, je zit ook wel weer een grote productiemaatschappij achter. En dat zie je er ook alweer dan af. Maar dat is wel dingen waarin je in ieder geval ziet dat het landschap aan het veranderen is. En dat vind ik vooral interessant. Dat ik gewoon, weet je, enerzijds kijk ik gewoon veel... qua inspiratie zit ik niet eens zozeer veel op YouTube, moet ik zeggen. Maar daar zit ik meer gewoon qua, oké, hoe verandert het landschap zich? En ben ik meer bezig met aan het kijken van, waar... Wat vinden mensen leuk om te zien en waarom kijken ze dit? En waarom krijg ik dingen te zien in bijvoorbeeld mijn aanbevolen? En waarom staat Ajax daar niet tussen bijvoorbeeld? En dat zijn meer dingen dat ik op YouTube... Ik zit ook wel veel op Vimeo en daar kijk ik gewoon... Ja, een beetje... daar haal ik meer inspiratie vandaan dan uit van andere voetbalclubs bijvoorbeeld. En wat dan heel... De vergelijking die ik dan snel zou maken is... Vroeger had je de radio... In de jaren 40, 50, ja. Dat was echt huge. En toen op een gegeven moment kwam televisie. En je zag de eerste groepen die zich daar vestigden op televisie. Dat werden de grootste bedrijven. Dat werden NBC en weet ik veel in Amerika. Voor mij lijkt het nu alsof dat opnieuw op internet gebeurt. Dus je hebt nu de grote televisie. Je hebt RTL, je hebt SBS6. Je hebt die grote partijen. Maar... BNN bijvoorbeeld is een van de eerste, samen met RTL denk ik, die zich ook een beetje op internet aan het vestigen zijn. Ja. En je hebt natuurlijk gewoon de mensen die al op internet zaten, zoals StukTV. Ja. Dat worden de nieuwe grote partijen. Ja, nee, absoluut. Nou is het met BNN natuurlijk is het sowieso wel een interessant verhaal, omdat hoe dat... Publieke... Ja, met die hele mediawet en dat er geen budget zeg maar naar... En technisch gezien mag het ook niet. Nee, precies. Het is verboden volgens de wet, ja. Ja, maar ik denk ook dat het al wel een aantal jaar gaande is, dat gewoon echt de grote partijen die zich op YouTube en... ik vind Adidas daarin ook wel een mooi voorbeeld, die ook heel veel online doen. En heel veel zich daarop willen profileren en willen toeleggen. Dat je dat ook wel ziet, dat hun merk gewoon volgens mij nog steeds groeit en online ook waanzinnig groot is. En ik vind het alleen lastig om zeg maar dan... de grote tv-partijen gelijk uit te vlakken, want zij weten wel hoe het moet. Weet je. Zij weten wel hoe je producties kan neer gaan zetten en kan op gaan bouwen. En dus ik denk op het moment dat zij snel gaan inzien van oké, wacht even, op YouTube. Maar wat is snel? Want ze lopen... Ja, nee, dat is een beetje het ding. Ze lopen nu al. Dat is een beetje het ding. Maar ik denk als zij, stel zij durven de switch, zeg maar, zoals bijvoorbeeld met Boos is gebeurd. Wat juist een beetje die grens met de mediawet dat het lastig maakt. Maar als... En RTL, de RTL doet het trouwens al, met Concentrate volgens mij heet dat. Maar dat is ook van de laatste 2 jaar volgens mij, dat ze daar echt op zijn gaan zitten. Ja. Maar een SBS... Die gebruiken het veel meer gewoon om hun eigen materiaal gewoon door te zetten. Dus gewoon één op één hun programma's uit te zenden. En dat is volgens mij niet helemaal de manier waarop het moet. Waarom is dat niet de manier waarop het moet? Nou, omdat de YouTube-kijker gewoon heel anders is dan de televisie-kijker. En die wil gewoon andere content zien dan dat je op tv ziet. Anders hadden ze wel tv gekeken. Weet je, die wil juist andere dingen zien dan dat ze op televisie zien, volgens mij. En die programma's zullen ongetwijfeld wel scoren. Weet je, zullen ongetwijfeld fragmenten zijn van, weet ik wat voor spelshow, die het online goed doen. Maar ik denk dat je, als je echt mee wil gaan, dan moet je gewoon content gaan creëren die... echt specifiek is gemaakt en gericht op de doelgroep. En op het platform waar je Precies. Het is gewoon een andere manier van maken. Weet je? Het is gewoon een andere... De regels die in televisieland gelden gewoon niet online. En dat is wel... Want daarom vind ik het ook opvallend dat je zegt dat die grote tv... Dat je ze niet af wil vlakken, omdat zij weten hoe het moet. Maar zij weten dus hoe het moet op televisiegebied. Maar ik denk dat zij ook wel... Weet je, helemaal omdat je nu ziet, bijvoorbeeld met zo'n StukTV... dat zij juist iets meer richting televisie ook gaan. Dat gewoon, het is gewoon een grote productie. Een soort fusie. Ja, dat het iets meer iets naar elkaar toe groeit, zeg maar. Dat op een gegeven moment dat die grote productiemaatschappijen ook wel inzien wat ze moeten doen. En dat op een gegeven moment ook steeds meer mensen natuurlijk komen met expertise op dat gebied. En dat ze die ook wel weten te vinden op een gegeven moment. Dus ik denk dat ze wel behoedzaam zijn voor het moment dat internet zeg maar echt... niet de plaats gaat innemen van televisie, maar ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon televisie voorbij natuurlijk. Ja, als dat niet al gebeurd is.
En zou jij dan ooit een programma willen maken? Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Ik ben helemaal... ik ben nooit zoveel bezig met hoe mijn... Ja, natuurlijk wel hoe de toekomst eruit ziet. Maar ik ben niet een bepaald pad of zo aan het bewandelen. Ik zie wel wat er komt. En ik wil gewoon vooral heel veel toffe dingen maken. En eigenlijk is dat wat ik altijd heb willen doen. En dat ik eigenlijk altijd wel zal blijven doen. Op een gegeven moment verandert natuurlijk wel weer wat. Weet je, we zijn nu met z'n vieren bij Press Films. Dat maakt ook dat mijn rol natuurlijk iets verandert. Weet je, iets meer een managende rol, zeg maar. Alleen ja... Ja, een keer een programma maken op YouTube als het interessant is, ja, misschien wel. Ik denk dat bij Ajax wel een hoop kansen liggen. Als het zeg maar, het online zeg maar, zich blijft ontwikkelen zoals vorig seizoen, als we dat kunnen doorzetten, dan zie ik het mezelf ooit wel doen, maar het is niet een doel op zich of zo. En je hebt ook heel veel met muziek. Ja. Je bent een grote hip-hop fan. Ja. En dan Nederlandse hip-hop ook. Ja, ja. Zou je daar ook nog dingen in willen doen? Want je hebt af en toe dingen gedaan, voor Top Notch gedaan, toch? Ja, dat was met Bobby. Ja. En Bobby die is echt begonnen met clips maken. Die was zelf rapper. En die wilde op een gegeven moment ging hij gewoon zijn eigen video's maken. En toen is hij ook, zeg maar, toen is hij ook voor heel veel andere artiesten heeft die video's gemaakt. En dan was die ook, zeg maar, toen en nog steeds ook wel, is die daar gewoon waanzinnig goed in. En daar heb ik heel veel daar heb ik ook wat producties mee gedraaid. En op zich vind ik dat ook nog steeds interessant. Maar meer, ik wil uiteindelijk ook een keer een korte film maken bijvoorbeeld. En dan is die stap, zeg maar, daar naartoe, is een videoclip natuurlijk wel de uitgelezen mogelijkheid. Weet je, dat is... Over wie zou je dan een korte film over willen maken? Nou, over videoclip of? Ja, eerst die videoclip als opstapje, ja. Maar uiteindelijk wil je een korte film maken. Ja, wil ik uiteindelijk een keer een korte film maken. Ja, er zijn wel gewoon artiesten die ik interessant vind om... Ik vond zelf wel... ken je Naas? Dat is geen rapper. De zangeres. Zangeres, ja. En die vind ik... die heeft nu al hele waanzinnig vette video's. Maar die... Ja, ik weet niet... Ze omschreef het zelf als quirkpop of zo. Dus ja. Ik weet niet, haar muziek leent zich zo goed voor film. En dat heeft bijvoorbeeld ook een Hozier heeft dat bijvoorbeeld ook. Dat zijn wel... artiesten, zeg maar, waar de muziek zich heel goed leent voor cinematografie. Net als Seth en Lisa bijvoorbeeld ook. Dat zijn ook artiesten die dat ook al veel mee doen. Dat lijkt me wel vet om een keer te doen. Maar dat is meer, zeg maar, als opstapje dan om een keer een fictie korte film te maken, zeg maar. En dat zijn natuurlijk niet dingen die je plant, want zoals je net al zei, je doet gewoon toffe dingen en dan kijk je wel wat er op je pad komt, maar ooit zou je wel zoiets willen doen. Ik heb tot nu toe, afgelopen 5 jaar, elk jaar gezegd van dit jaar ga ik een kort film maken. Nog steeds niet gelukt, want ik gewoon te druk om dat gewoon om dat op te tuigen. Maar ja, weet je, ik hoop dat er op een gegeven moment een keer iemand zegt van oké, we willen een videoclip met jullie maken en maak er even iets moois van en ga gewoon even je gang. En dat op die manier, zeg maar, dat een soort van erin worden verplicht, zeg maar, om het te doen. En dat het ook wat oplevert. Weet je, de korte film lijkt me gewoon, ik heb gewoon een hoop ideeën daarover wat ik zou willen doen. En ik zie het ook al wel redelijk voor me, maar ja, het kost gewoon een hoop tijd. En die tijd heb ik niet altijd. Ja. En wat voor, welke Nederlandse artiesten volg je nu dan ook echt het meest? Wat vind jij echt super tof? Nou ja, wat ik zei, Naast vind ik echt heel vet. Die viel me op gewoon door de video's. En gewoon de mix van muziek en esthetiek, zeg maar, in haar video's, dat het gewoon klopt. Dat vind ik heel vet. Ja, voor de rest volg ik ook gewoon Nederlandse hip-hop wel veel. Maar ik vind die video's niet altijd heel vet. Omdat het gewoon... Het is heel vaak, af en toe is het gewoon een beetje lopende bandwerk. Oké, er moet gewoon een clip komen. En er wordt gewoon een clip geschoten. Maar ik vind bijvoorbeeld wel weer een beetje soort Eenhoorn Joost, dat is een YouTuber. Ja, ik vind het wel tof hoe hij het aanpakt, weet je. Hij is gewoon, hij maakt ook gewoon video's en dacht op een gegeven moment, oké, ik ga een beetje rappen erbij. En dat lukt ook en dan maakt hij ook zijn clips erbij en dat is wel weer, maar dat is ook wel weer gelijk, als ik dat dan zie, dan gaan mensen dat weer namaken en dan kom je gelijk weer op zo'n hoop terecht van oké, dit doe jij, weet je, dit is...
En dat vind ik nog wat toffe dingen, zeg maar, om een beetje te volgen. Maar ik ben niet meer zo bezig met als Topwatch weer een nieuwe video uitbrengt of zo. Dat zijn best wel veel clips die best wel veel op elkaar lijken. Op een gegeven moment vond ik wat Yellow Claw maakte wel heel vet, niet zozeer qua muziek. Maar wel dat die video's, dat zijn wel video's van drie jaar geleden, maar dat is natuurlijk van Jim, zeg maar, van Habbekrats, ooit de regisseur, en nog steeds volgens mij, die ze maakte daar. Waar ik ook heel veel bewondering voor had. Maar ja, er zijn niet heel veel dingen nu dat ik vind van, ja, dat is vet als daar een nieuw video van uit. Ja, behalve bij Naast, dat vind ik gewoon vet als die. Weet je, die maakt gewoon echt toffe dingen, telkens weer wat nieuws. En die is gewoon meer bezig met, die is niet alleen bezig met goede muziek maken, maar juist gewoon het hele totaalpakket, weet je. Die echt een kunstwerk maken. Ja, en die denkt over alles na. Als die bij de DVD optreedt, dan heeft ze een roos op de microfoon die je ook terug ziet komen in de videoclips. Ja, en dat soort dingen, dat vind ik heel vet om te zien. Dat spreekt me gewoon enorm aan. En dan hoef ik niet eens zelf wat mee te doen in wat ik doe, maar dat is wel gewoon... Ik vind het gewoon vet als mensen nadenken over alles wat ze doen en alles wat ik te zien krijg. Dat daarover nagedacht is door, nou, in dit geval de artiest. Of, Dat toevallig allemaal zo uitkomt, maar dat ze het geconstrueerd hebben. Ja, dat er gewoon een idee achter zit. Dat er gewoon over na is gedacht van oké, als ik nu, of het nou op internet is, op televisie of in de clip of in de muziek zelf, alles klopt. En dat vind ik tof als mensen zo denken. Ja, en het hangt allemaal natuurlijk ook samen. En volgens mij, dat is een Koerdische zangeres, toch? Mm. Ja, volgens mij wel, ja. Het verhaal erachter is ook nog heel interessant. Daar ben ik niet helemaal bekend mee. Gewoon het verhaal van Koerdistan. Oh zo, ja zeker, ja. Dus, want volgens mij is ze daar ook nog best wel veel over te vertellen. Ja, ik heb niet zo heel veel van haar gezien, zeg maar. Ik heb wel eens een keer wat gehoord op de radio van wie zij is en wat ze doet. En dat ze ooit volgens mij auditie heeft gedaan bij Holland's Got Talent. Oh, dat verhaal wist ik niet. Ja, en dat zij toen ook al, zeg maar, als singer-songwriter daaraan meedeed. Dat, als je, zeg maar, haar toen zag en hoe ze nu zich, zeg, profileert. Ja, ik vind dat wel heel, heel knap en heel vet. En dat ze gewoon zo een eigen pad bewandelt met quirkpop. Wat volgens mij voor de meeste Nederlanders vrij nieuw is. Mm-hmm. Maar zo, ja, dat ze gewoon zo bezig is met het hele verhaal vertellen. Ja, dat vind ik wel. Dat spreekt me altijd wel aan bij haar. Dat is ook wel. Dat is, ik denk ik, bijna de enige waarvan ik denk. Als die een nieuwe video heeft, van oké, ik ben echt benieuwd wat je nu gemaakt hebt. Omdat het ook telkens weer anders is dan de vorige. En nu werkt het natuurlijk ook wel gewoon met goede mensen daarvoor. Maar ze weet wel welke mensen ze daarvan moet hebben. En dat is wel. Dat vind ik vet. Dat is een goede artiest. Ja, zeker. Zeker, ja. Dat is wel. Als ik ooit nog een keer. Een videoclip, als ze ooit nog een keer een videoclip nodig heeft, dan mag ze bellen. Maar ik denk dat ze genoeg mensen heeft die dat voor haar willen doen. Nee, tof man. Mag ik je een hand geven? Dankjewel. Ja, thanks man. Vind het antwoord in vragen en daarmee beantwoord ik vragen. Geloof je niet, moet je het maar andere vragen. En anders moet je komen met andere vragen. Ja.